Dankjewel Peter, tot ziens. Ja, er zijn hier inderdaad 2 pakketjes gewonnen. Je naam? Ik ben Dieter. Dieter. Dieter is de eerste winnaar van een pakketje. Ja, Dieter, dat ziet er een interessant pakketje uit. Mocht je het nu echt niet uitkrijgen, je mocht ons altijd inviteren natuurlijk. Hè? Dat zal geen probleem zijn, denk ik. Ben jij van Waregem afkomstig hier? Nee, ik ben van Oost-Rozebeek. Oost-Rozebeek. En toch naar Waregem gekomen op deze zomerse zondagnamiddag. Ben jij een kunstliefhebber, Dieter? Niet direct, nee. Maar je komt wel hier genieten op het Gaverhok, dus wel een bierliefhebber. Een bierdrinker, ja. Een bierliefhebber. En naast hem zit ook een andere winnaar. Misschien, Dylan, mag je de microfoon eens aanreiken. Dat zal makkelijker zijn, want mijn armen zijn niet zo lang. De tweede winnaar, wie hebben we de eer? Kevin. Ja, Kevin. Je hebt ook zo'n pakketje gewonnen. Dezelfde vraag natuurlijk, hè. Moest je het echt niet uitkrijgen, dan mocht je ons altijd inviteren, hè? Maar het zou niet nodig zijn, zeker? Maar vandaag misschien nog wel. Oei, heeft al het hele kop van gisteren of zo. Ja, het was al een zwaar weekend, met andere woorden. Ja. Ben jij ook van Oost-Rozebeke of niet? Nee, van Meulebeke. Van Meulebeke. Ja, Meulebeke, Meulebeke meets Waregem. Voilà, en meteen ook een prijsje mee naar huis. Kan niet beter zijn natuurlijk. Hè. Maakt ook een beetje reclame voor Meteor, hè, gasten. Dus als je dat bierke drinkt, geniet ervan. Maar dank dan natuurlijk aan de mensen van het Gaverhopken hier. En dankzij Radio Meteor mogen jullie dit pakketje meenemen. Proficiat, Geren. Dank u. Voilà, de eerste 2 winnaars bekend en die nemen al meteen ook het pakketje mee naar huis. Zometeen praten we met Dominique Baeyens, vrienden, maar eerst nog een klein beetje muziek. Ja, we gaan nog een beetje luisteren naar dat eerste eentje. Iedereen waarschijnlijk kent Masquerade and the Guardian Angel.